Wat leuk dat we samen een vega-recept gaan maken vandaag. Ja. Hoeveel recepten hebben jullie eigenlijk bij HelloFresh? Bij HelloFresh kun je eigenlijk de hele week vegetarisch eten. Je hebt de keuze tussen minstens 10 veggie-recepten per week. En ik zie hier ook hele originele dingen tussen. Ook uit Aziatische keuken. Ja, we halen onze inspiratie inderdaad uit meerdere keukens. Zo maken we gerechten met extra veel groenten, denk aan een bloemkoolsteak, maar ook met vleesvervangers, bijvoorbeeld een kapsalon met vegetarische gyros. Klinkt heerlijk. Ik zie hier ook een daal met een frisse salsa en naambrood. Daal is echt een van mijn persoonlijke favorieten. Die is ook bij onze thuiskoks heel populair. Leuk! Wat hebben we allemaal nodig? Hoe lang eet jij al eigenlijk vegetarisch? Ik ben vegetariër sinds mijn 9 al. Dat was echt de beslissing van een klein meisje die zich voor de eerste keer realiseerde dat het gehakt in haar pasta bolognese eigenlijk een koe was. En toen besloot ik om nooit meer vlees te eten. En hoe is dat met vega bij HelloFresh? Nou, we zien wel echt een flinke toename in vegetarische keuzes de afgelopen paar jaar. Het is zelfs zo dat in 2021 de vegetarische gerechten de meest gekozen categorie was. Wat goed! Daar ben ik heel blij om. Ja. Wing, wing, with the rat. Wing, with the rat. Wat zijn nou de favoriete vega-recepten van de thuiskoks van HelloFresh? Denk aan vleesgerechten, maar dan met een vegetarische twist. Dus een vegetarische schnitzel of bijvoorbeeld een vegetarische worst. Maar ook de romige groentelasagne is erg populair. Hey, maar jij bent natuurlijk de receptontwikkelaar daar. Kan je me al vertellen wat het volgende vega-recept wordt? Ik mag er nog niet te veel over kwijt, maar ik kan je wel alvast vertellen dat er ontzettend veel vegetarische gerechten aankomen. Yes. Waaronder burgers met een twist of bijvoorbeeld een Caesar salad met lekker krokante kikkererwten. Mogen nu de linzen erin? Ja, de eiwitbommetjes van dit gerecht. En rijk aan ijzer. Nou, en dat is precies wat ik zo leuk vind aan vegetarisch eten. Want veel mensen denken dat ze daar misschien een tekort aan voedingsstoffen mee oplopen. Maar dat is echt niet het geval. Want peulvruchten zoals linzen zijn een geweldige vleesvervanger. Maar ook bijvoorbeeld noten en alle diverse vleesvervangers. Dus je komt niks tekort. Ruikt lekker, hè? Heerlijk. Waarom is vegetarisch eten zo belangrijk voor je? Nou ja, dat begon dus als klein meisje vanwege dierenleed. Maar inmiddels hebben we ook een enorme klimaatuitdaging. En gelukkig is afgelopen jaar 1 op de 3 Nederlanders minder vlees gaan eten. En het is natuurlijk ook een stukje makkelijker geworden om vaker vegetarisch te eten. Zeker. Wist je dat veel mensen denken dat de smaak in het vlees zit, maar eigenlijk zit de smaak van gerechten altijd in de saus en dat proef je perfect. Kijk nou eens hoe fantastisch dit eruit ziet. Wil jij ook zo'n heerlijk veggie recept maken van HelloFresh? Klik op de link. Aan tafel?